Hier is Hilversum 1, de aanval. De vrouw op de achtergrond. Een hoorspel in 4 delen, geschreven door David Ellis en vertaald door Henk de Wolf. De regie heeft Dick van Putten. Goedenavond. U bent meneer Andrew Marsh? Jawel. Rechercheur Rankin. Ik wil graag eens even met u praten. Kunt u zich legitimeren? Dat wat ik juist van plan te doen. Alsjeblieft, meneer Marsh. Dank u. Waar gaat het over? Zou het niet beter zijn als ik even binnenkwam, meneer Marsh? U zult het niet prettig vinden als uw buren zien dat u met iemand van de politie spreekt. Denkt u dan dat ze vermoeden wie u bent? Ze zeggen dat ik eruit zie als een echte smeris. Dus als u er geen bezwaar tegen hebt... Komt u binnen? Dank u. Aardige flat hebt u, meneer Marsh. We zijn er erg blij mee. Het verschilt nogal wat met de huizen die de meeste van onze klanten hebben. Vindt u het goed dat ik er even bij ga zitten? Ga uw gang. Dank u. Hebt u er enig idee van wat het zeggen wil, de hele dag op de been te zijn? Ik kan het me voorstellen. U bent een van de gelukkigen die de kost achter een bureau verdienen, hè? Nou, ik ben ook wel eens op de been. Wat doet u als ik vragen mag? Ik verkoop tweedehands auto's. Lijkt me ook niet zo'n best baantje, wel? Hoe dat zo? Bent u misschien op zoek naar gegadigden voor een baan bij de politie? Nee, dat niet bepaald. Waarom bent u dan hier? Daar kom ik direct op. Dat hebt u niet hier in het land gekocht, wel? Wat? Die kanjer van een, hoe heet zoiets ook weer? Die poef. Oh, dat ding. Nou, om u de waarheid te zeggen, die heb ik in Cairo gekocht in een bazaar in Champollion Street. Het is van kameelhuid gemaakt. Ik betaalde er 12 pond voor. Wilt u misschien de nota ook nog even zien? Och nee, wat u al zo in Egypte gekocht hebt, interesseert me niet zo. Tussen die haakjes, wanneer was u daar? 3 jaar geleden. Waar doet u uw inkoop in Londen? Als ik nou bijvoorbeeld eens Rutland in Bond Street noem, of Wiley's in Oxford Street, zegt u dat dan wat? Ja, ik heb wel eens van ze gehoord. Ze hebben dat soort klanten dat altijd met een cheque betaald. Hebt u nooit bij ze gekocht? Niet dat ik me herinner. Misschien was mevrouw de klant. Was meneer Marsh? Verleden tijd? Wat ik van ze gehoord heb, is dat ze artikelen niet prijzen. Eerst koop je en daarna vraag je wat het kost. Ja, zo is het wel. Tegenwoordig moet ik eerst weten wat het kost, voor ik zeg pak het maar voor me in. Tegenwoordig? Ja. Net wat u daar even al zei, tweedehands wagens verkopen is niet zo'n best baantje. U hebt deze flat gehuurd, is niet? Ja. Al 5 jaar. En de huur zal wel, eens kijken, u zit hier maar een half uur van West End af. Ik zou zeggen zo'n 600 pond per jaar zijn. Hoe speelt u het klaar om zoveel te betalen, meneer Marsh? Zou ik misschien eerst eens even mogen weten wat u er eigenlijk komt doen? Informeert u naar mijn financiële omstandigheden of hoe en waar ik mijn inkopen doe? Of bent u alleen maar gekomen om uw voeten wat rust te geven? Je zou kunnen zeggen van alles een beetje. Is uw vrouw thuis, meneer Marsh? Nee. Nog niet thuis van kantoor? Ze werkt helemaal niet. Als u het graag wilt weten, zit naar de kapper. Is het daar niet een beetje laat voor? De salon is op vrijdagavond tot 19:30 open. Oh, dat is dat nieuwe ding aan Station Street. U bent wel op de hoogte. Ik ben een politieman, meneer Marsh. Ik zal proberen dat te onthouden. Kunnen we nou ter zake komen? Och ja, ik zou niet weten waarom niet. De zaak is deze. Rutland en Wiley en nog een paar andere winkels... die zijn bij nader inzien toch niet zo erg in hun schik... dat ze ertoe over zijn gegaan om cheques te accepteren. Want, weet u, er zijn mensen die een beetje van hun vertrouwen hebben geprofiteerd. Is het werkelijk? Weet u, die kleine chique zaken zijn niet de enige die erin gelopen zijn. De grote warenhuizen weten er ook van mee te praten. Om de waarheid te zeggen, het is een beetje uit de hand gelopen. Wat bedoelt u? Ik dacht dat ik u dat uitgelegd had. Ik spreek over zwendel met valse cheques. Oh, zo zo. Scotland Yard heeft er een speciale afdeling mee moeten belasten. Laat ik één ding nog even rechtzetten. Als ik spreek over valse cheques, dan bedoel ik niet het soort cheques die een of andere vent afgeeft en die later van de bank terugkomen met de opmerking ongedekt. Met andere woorden, die vent had geen cent op de bank staan. Nee, wat ik bedoel zijn cheques die door de een of andere schurk ondertekend zijn, die helemaal geen bankrekening heeft. En die een gefingeerde naam en een vals adres heeft gebruikt. Kunt u me volgen, meneer Marsh? Jazeker. Ik begrijp niet waaraan ik dat kijkje achter de schermen te danken heb. Oh, het is wel interessant. U zult het direct wel begrijpen.
Als die valse cheques bij de speciale afdeling van Scotland Yard binnenkomen, dan letten ze vooral op de nummers. Want het komt meermalen voor dat ze een heel stel op opeenvolgende nummers aantreffen. Met andere woorden, die cheques komen allemaal uit één en hetzelfde chequeboek. Begrijpt u? Jawel. Prachtig. Nou ben ik belast met een onderzoek in verband met zo'n chequeboek dat toevallig een deze dagen op de proppen kwam. Wij kregen dat zaakje in handen omdat het is afgegeven door een bank uit ons district. Dat was de South Eastern Bank. Is er wat mee, Mars? Nee, hoe dat? Nou, u keek even net alsof u dacht iemand een wagen te verkopen, terwijl die vent opeens van gedachten veranderde. In elk geval, wat ik al zei, wij hebben de cheques die allemaal uit hetzelfde boek afkomstig zijn, en dat is verstrekt door de South Eastern. En weet u aan wie dat chequeboek is afgegeven? Geen idee. Het is afgegeven aan u, meneer Marsh. En? Wat en? Kunt u mij zeggen hoe die valse cheques uit een boekje kwamen dat aan u is afgegeven? Dan moet iemand het boekje gevonden hebben dat ik verloren heb. Hebt u dan een boekje verloren? Ja. Wanneer? Nou, een maand geleden zowat. Helemaal zeker weet ik het niet. En u hebt uw bank niet gemeld dat u het verloren hebt? Nee. Waarom niet? Ja, ik was het telkens van plan. Ik heb er niet meer aan gedacht. Ik had het te druk. Met het verkopen van tweedehands wagens? Met het proberen althans. Ja, ik wou dat ik zoiets kon vergeten. Maar wij in ons baantje moeten onze rekeningen betalen. Dat moet ik ook. Maar ik betaal contant, dat is mijn gewoonte. Zo. Dat meubeltje daar, dat is toch een bureau, niet? Ja. Zou u het eens open willen doen en kijken of u daar een velletje schrijfpapier in kan vinden? En nu? Zou u de naam Derek Brown daar eens op willen schrijven? Brown. Met of zonder E op het eind. Zoals u wilt. All right. Zo. Is dit wat u wou? Prachtig, meneer Marsh. Brown met een E. Ik dacht zo dat mensen die in het soort zaken als Wiley's en Rutland kopen, die zullen hun naam wel zo schrijven. En dacht u ook dat ze de naam Derrick, D-E-R-R-I-C-K, zouden spellen? En denkt u dat dat iets betekent? Het is mogelijk. Het is niet de enige manier waarop je het kan schrijven. Soms spel je dat D-E-R-E-K. En dan is er ook nog een toneelspeler die spelt het D-E-R-Y-C-K. Maar u schreef het precies zoals het op de cheque stond. Louter toeval. Nou, ik geloof niet in toeval, meneer Marsh. Toch komt het voor. Niet in mijn boek. U woont hier 5 jaar, is niet? Ja. En daarvoor was uw adres flat 3 Blenheim House, Princess Gardens. Klopt. Dat was nou juist het adres dat Derek Brown op de achterzijde van de cheque schreef als iedereen gebruikte. Wilt u daarmee zeggen dat ik Derek Brown ben? Laat ik zeggen, ik zou het kunnen veronderstellen. Het is meer dan een veronderstelling, hè? U bent ervan overtuigd dat ik die cheques heb afgegeven. Ik moet afgaan op het bewijsmateriaal. Dat kan misleidend zijn. In 1 op de 100 gevallen. Dat is dan in dit geval. Laten we alles nog eens even nagaan. U vergat uw bank te melden dat u uw chequeboek verloren had. De bewuste cheques kwamen uit dat boek. Ze waren ondertekend met een naam die je op 2-3 manieren kan spellen. U schreef de naam precies zoals op de cheque voorkwam. En Derek Brown gaf het adres op waar u vroeger woonde. Andrew, wat zeg jij van mij? Oh, neem niet kwalijk. Ik wist niet dat je bezoek had. Het duurt nog maar even, Joyce. Goedenavond, mevrouw Marsh. Goedenavond. Ik ben rechercheur Rankin. Prettig kennen met u te maken. Rechercheur? Is er wat aan de hand, Andrew? Nee, een klein misverstand. Ik zal het je straks wel vertellen. Oh. Kom. Ik zal eens voor het eten gaan zorgen. Excuseert u me, rechercheur? Mevrouw. Wilde u liever niet dat uw vrouw wist wie ik was? Omdat ik u niet voorstelde? Ik zag de noodzaak daar niet van in. Vertelt u haar wel waarom ik hier ben? Ja, natuurlijk, waarom niet? Mevrouw Marsh ziet eruit alsof ze haar kleding bij Wiley en Rutland koopt. Nogal een modern type, hè? Ze zou het niet op prijs stellen als ze hoorde dat u haar een type noemde. Mijn vrouw acht zichzelf iemand met zeer persoonlijke opvattingen. Een verschil met mijn vrouw, meneer Marsh. Dat is een type als er nog nooit geweest is. Hoewel, als ik goed naga, dat zijn we allebei. Zij is een typische huisvrouw en ik een typische politieman. U schijnt er nogal trots op te zijn. Ben ik ook, meneer Marsh, ben ik ook. Ik durf te wedden dat mijn vrouw goedkoper te kleden is dan de uwe. Hebt u met me te doen? Ik dacht alleen maar hardop. Al die rommel die die oplichter met die cheques gekocht heeft, zou wel heel geschikt zijn geweest voor mevrouw Marsh.
Tussen twee haakjes, wat denkt u nu van het bewijsmateriaal waarover ik het had? Allemaal bijkomstige dingen. Ik geloof dat geen jury me daarop zou veroordelen. Zou toch wel kunnen. Maar goed, we moeten natuurlijk helemaal zeker zijn. Dus u denkt wel dat ik vanavond thuis eet? Dat zult u. U boft. Ik zal in onze kantine moeten eten. Hebt u ooit wat in een politiebureau te eten gehad, meneer Marsh? Nee. Ik hoop voor u dat u het ook nooit zult krijgen. Waar is die genomen? Wat? Die foto van u in uniform. Oh, Korea. Dienstplichtig? Ja. En dan nog wel tweede luitenant. Kan u een hoop goed doen. In welk opzicht? Nou, een goede staat van dienst in het leger doet het altijd voor de rechtbank. Bent u het weekend thuis, als ik nog eens even met u zou willen praten? Morgen werk ik de hele dag, maar 's avonds ben ik thuis. En zondag ook. Ik wens u smakelijk eten, meneer Marsh. Ja, ik wens u hetzelfde. Goedenavond. Goedenavond, meneer Marsh. Andrew? Ja? Hoe vind je mijn haar? Erg leuk. Ja, ik denk dat ik in het vervolg altijd maar naar de beautybox ga. Wat mankeert er dan aan Annette? Ach, ze hebben niet de goede kleur voor mijn haar. In aanmerking genomen dat ze je bij de behandeling bijna gescalpeerd hebben, zou je dan moeten blijven tot de schade weer helemaal hersteld is. Ja, dat zou ik ook, maar die nieuwe zaak is niet zo duur. Dat is tenminste iets. Ben je al met het eten bezig? Nee, maar we hebben stoofvlees. Hij wil jij dit blikje even voor me openmaken? Het zal echt niet lang meer duren. Ik zal het blikje voor je openmaken, maar je zult wel alleen moeten eten. Ik moet nog even ergens heen. Oh, laat dat blikje dan maar. Ik neem wel een ei of zo. Maar jij dan? Oh, ik eet een sandwich in het café. Ik moet Roger nog even spreken. Waarover? Zaken. Ik ben over een uurtje terug. Goed. Andrew? Ja? Wat moest die rechercheur? Oh, ik kwam informeren over een checkboek dat ik verloren heb. Groetjes aan Roger. Doei. Tot straks. In orde, meneer Sherwin? Ja, merci. Ik zal me alleen maar even zeggen hoe ze me aanbad. Nou, nog meer telefoontjes van uw vriendinnetjes en ik zal u het gebruik van mijn huiskamer in rekening moeten brengen. Jij verdient al veel te veel aan me. Nou, we het er toch over hebben. Mijn glas ziet er weer akelig leeg uit. Nou, daar zullen we dan vlug wat aan doen, hè? Dankjewel, uitzuiger. Oh ja, die kaartjes die jouw vrouw wilde hebben voor die nieuwe musical. Ik kan voor aanstaande woensdag 2 stallers krijgen. Ah? Ja, ze kosten 2 maal zoveel als aan de kassa. En dan is dat nog omdat ik het ben. Zal ik ze nu betalen? Nee, als ik ze breng. Zeer bedankt, meneer Sherman. Dubbele scotch met een beetje soda. Dank je. Nee, laat u maar zitten, hoor. Deze is voor mijn rekening. Heb ik jou al eens eerder gezegd dat jij verreweg de beste barkeeper bent? George, daar ga je. Zeg, meneer Sherman. Nee, wat is er van je dienst? Zou er nog een kans bestaan op meer sigaretten? U weet wel, zoals die laatste partij. Ik zal er eens met mijn goede vee over spreken. Als zij de tijd rijp acht om even met haar toverstafje te zwaaien, krijg jij een telefoontje van me. Morgenochtend al, denk ik. Nou, morgenmiddag, als het u hetzelfde is, hè? Hm? Mijn vrouw is dan naar de zuster en dan kan ik beter praten. Goedenavond, meneer Marsh. Goedenavond. Ah, Roger. Gegroet, Andrew, ouwe jongen. George, een glas van je beste bier voor meneer Marsh. Het is al onderweg, meneer Sherwin. Mooi. Heb je nog een sandwich over, George? Ham, kaas of rosbief? Oh, geef nou een paar met kaas. Ik zal het even voor u halen, hoor. Graag. Ik moet even met je spreken, Roger. Huh? Gesprek toegestaan. Kun jij je nog herinneren dat Joyce de stad uit was? Oh, voor ik het vergeet, ik moest je de goede willen doen. Zeg, luister je? Neem me niet kwalijk, kerel. Mijn aandacht werd even in beslag genomen. Oh, ik begrijp het. Ik heb er al zien binnenkomen. Ze is weg van die vent die ze bij zich heeft. Je hebt geen schijvenkant. Dacht je dat? Het ziet er echt niet uit dat ze een kenner is. Het wordt tijd dat jij eens bijeenhoudt. Oh, moeder, nee, dankjewel. Ik wil alles met een vrouw delen, behalve mijn naam en mijn bankrekening. 2 met kaas, meneer Marsh. En een glas bier. Voor mijn rekening, George. Oh, dank je, Roger. Wat wou jij zeggen daarnet over de tijd dat George de stad uit was? Kom even zitten. Hm? Ik voel me kip lekker als ik sta. Ik heb liever dat je die vrouw niet meer kan zien. Oh. Ik wou graag je volle aandacht en niet de helft. Roger. Hm? Ik zit dik in de knoei. Nou, dan blijf je toch lekker zitten. Ik ben bang dat de wet me dat niet zal veroorloven. Huh? Zei je de wet? Ja. Weet je nog, laatst, toen Joyce wat een maand weg was? Dat is ruw geschat zo ongeveer toen jouw schoonmoeder voor de 3de keer ingestort was. Ja, zo ongeveer. Je hebt me hier toen aan een meisje voorgesteld. Angela, Caroline, Vanella, Sheila, Ursula. Het was Sheila. Ik weet niet... Ogenblik waren we hier. Laat me eens even het archief raadplegen. Sheila. Ja. Ah, ja.
23, kastanjebruin haar. Statistische gegevens, beantwoord aan de verwachtingen, geeft de voorkeur aan luisteren boven praten, klopt dat? Als een bus. Heeft ze je verteld dat ik haar heb meegenomen voor een etentje? Goeie hemel, nee. Je meent het toch niet? Ja, om precies te zijn, 3 of 4 keer. Jij de president voor het leven van de gehuwde mannenbond? Ja. Ja. Ik wou dat ik die vervloekte meid nooit ontmoet had. Waarom? Is Joyce erachter gekomen? Ach, er viel nergens achter te komen. Ik heb ermee uit eten genomen omdat ik iemand nodig had om tegen te praten. Nee. Ik heb ze wel eens beter van je gehoord. Maar toevallig is het nog waar, ook. Ja. De laatste keer dat ik haar meenam, is ze me uitgenodigd voor een borrel bij haar thuis. Ja, en jij ging, want door al dat praten waartoe jij verplicht was, had je natuurlijk dorst gekregen. Steek er nou niet de draak mee, Roger. Het is bloedserieus. Nou, zeg me dan maar waarom. Nou, de volgende morgen, nadat ik bij haar thuis was... Ik bedoel, de volgende morgen miste ik mijn checkboek. Ik wist dat ik het de avond tevoren nog had gehad. Ik had het gebruikt om de rekening van het restaurant mee te betalen... en de enige plaats waar ik het kon hebben verloren was de flat van Sheila. Ik heb erop gebeld, maar ze zei dat ze niks had gevonden. En het restaurant dan? Heb ik ook opgebeld. Ze hadden het niet gevonden. Een stommeling die ik ben. Ik heb mijn bank niet gewaarschuwd. Waarom stommeling? Nou, ik heb bezoek gehad van een rechercheur, een zekere Renkin. Mijn checkboek is weer op de proppen gekomen. Er was iemand die het heeft gebruikt om inkopen te doen in West End. Bedoel je dat ze je handtekening hadden vervalst? Nee, ze tekenden met de cheque met de naam Derek Brown. Maar het lelijke is dat ze onze vroegere flat als adres hebben opgegeven. Ja, en dat is nog niet alles. Renkin vroeg me om de naam Derek Brown te schrijven... en ik spelde die precies zoals die op de cheques geschreven stond. Toeval. Ja, natuurlijk, maar zo denkt Renkin er niet over. Roger, volgens mij heeft Sheila dat checkboek van me gepikt. Ik zie geen andere verklaring. En ik zie niemand, zelfs geen winkelbediende die haar ziet als een man. Zelfs niet in Westen. Ze dat checkboek toch aan een ander hebben doorgegeven, of niet? Iemand die zich uitgaf voor Derek Brown. Ken jij soms een van de vriendjes? Nou, behalve jou niemand. Nee, zonder gekheid. In feite weet ik heel weinig van haar. Ik heb haar alleen maar hier ontmoet. Nou ja, we flirten zo'n beetje met elkaar. Je kent het gebruikelijke woordenspel, waarvan je hoopt dat het tot andere dingen zal leiden. Maar in dit geval kwam jij opdagen en profiteerde van mijn voorbereidend werk. Ik profiteerde nergens van. Ik draaide op voor 3 dure diners en dat was alles. Tot vanavond. Waarom heb jij je vriend de politieagent niet over haar ingelicht? Omdat ik niet wou dat iemand van het bestaan wist, tenzij het strikt noodzakelijk zou zijn. Ja, ik bedoel, jij gelooft toch ook niet dat ik alleen maar met haar wou praten? Ja. Nou, dat zou Renkin ook niet. En wat van nog meer belang is, Joyce zou nooit geloven dat alles wat ik van Sheila Ramsey verlangde een beetje conversatie was. Ja, toestand altijd nog een beetje gespannen thuis. Nou, daarin zal er geen verandering komen voordat ze aan de bank weer meneer tegen me zeggen. Joyce is geboren voor caviar. En ze verwijt mij dat ze stamppot uit blik moet eten. Misschien heeft ze wel gelijk. Oh, jij hebt alles gedaan om haar weer caviar te geven. Waarschijnlijk is Joyce dat niet met je eens. En als ze zou merken dat ik geld uitgeef met andere vrouwen... dan zou het er tussen ons niet beter op worden. Nee. Andrew, veronderstel dat die rechercheur je achter de tralies wil zetten. Zou je dan de hele weg naar de Bastille je mond houden? Oh, geen denken aan. Als het zover zou komen, zou die alles over Sheila moeten weten. Maar intussen ga ik proberen of ik er zover kan krijgen... om me te vertellen wie Derek Brown is. Ze was niet erg tegemoetkomend toen je over je checkboek met haar sprak. Nee, maar ik drong ook nergens op aan. Toen was het ook niet zo urgent als nu. Misschien kan ik iets voor je doen. Waarom zou je? Ik heb jullie met elkaar in aanraking gebracht. Afgezien daarvan, ik heb contacten waarvan een respectabel burger als jij geen notie heeft. Als onze lieve Sheila betrokken is bij smerige zaakjes, weet ik dat morgen voor sluitingstijd. Contacten van je konden je nieuwsgierigheid wel eens wantrouwen. Je deed beter ertussenuit te blijven. Spijt me, ouwe jongen, maar dit keer moet je maar eens vergeten dat je niemand denkt nodig te hebben. Ik ben er net zo op gebrand om Derek Brown te vinden als jij. Nou... Goed dan, maar raak alsjeblieft niet in moeilijkheden om mij. Oh, ik heb met moeilijkheden een speciale regeling. We blijven allebei uit elkaar straatje. Nou, neem er nog één van me. Nee, dank je. Ik ga weg. Ik wil op weg naar huis nog even bij Sheila aanlopen. Op dit uur? Oh, het is net 10:00. Ach, doe dat morgen nou maar. Nee, hoe gauwer ik weet of Sheila Ramsey wil meewerken, des te beter. Hier woont niemand van die naam. Ja, u moet zich toch vergissen? Een paar weken geleden was ik in deze flat. Dat was u niet? Ja, ik weet zeker dat Sheila Ramsey hier woonde. Dat is beslist niet zo. Er heeft hier nooit iemand gewoond die zo heette. Voor mij was het een zekere McDonald en die heeft hier jaren gewoond. Meneer, u bent gewoon aan de verkeerde flat. Ja, maar dit huis heeft maar 2 flats, deze en die beneden. Die kan me dus moeilijk vergissen. Dan bent u aan het verkeerde huis. Dit is toch nummer 69? Nummer 69, ja. Sheila Ramsey woonde op nummer 69. Dan bent u in de verkeerde straat. Ik heb nog nooit van iemand die Ramsey heette gehoord.
Ik laat me nooit in met de buren, schat. Je hoeft maar tegen ze te glimlachen. Ze hangen telkens aan de bel om wat te lenen. Is niet zo? Sheila Ramsey woonde in de flat hierboven. Wat kent u haar dan niet? U moet het toch gezien hebben? Het spijt me, schat. Ik ben hier verleden week pas komen wonen. En de mensen die hier voor u woonden, weet u daar iets van? Die zijn naar Australië vertrokken. Kan ook zijn Nieuw-Zeeland. In elk geval, ze zijn vertrokken. Tja, dan kunt u me niet helpen. Dat hangt van de hulp af die je verlangt, schat. Je ziet, ik ben nou niet bepaald gekleed om in een tochtige gang te staan. Vind je ook niet? Waarom kom je niet binnen? Kunnen we eens kennis maken? Ik heet Carol. En dan kunnen we eens praten over Sheila of zo? Nee, dank u. Een andere keer misschien. Een andere keer ben ik misschien niet vrij. Dan zou ik pech gehad hebben, hè? Goedenavond. Goedenavond, schat. Doe de groeten aan Sheila, als je dat tenminste vindt. Jij nog koffie, Joyce? Graag, ja. Zij was er nog post voor me? Nee. De telefoonrekening was ook weer hoger. En wat was die andere brief? Het antwoord van een firma die ik verleden week geschreven heb. En? Willen ze kennis met je maken? Nu nog niet. Ze zullen me berichten als ze een geschikt baantje voor me hadden. Ja, als ze allemaal hun woord hielden die dat zeggen, dan zou de post met de verhuiswagen gebracht worden. Hier is je koffie. Heb jij vanochtend de auto nodig? Nee, je kunt het wel nemen. Zij kunnen me dan ook wat geld geven. Ik moet een paar boodschappen doen. Ik zal het op je kaptafel leggen. Nou, ik ga me nou scheren. Wacht eens even, Andrew. Waarvoor moest de rechercheur jou toch spreken? Dat zei ik toch al. Ik heb mijn checkboek verloren. En, heeft de politie het gevonden? Nee. Iemand heeft die checks gebruikt en met een valse naam ondertekend. Nou, kan jij toch niks aan doen? Dat kan ik ook niet. Maar de politie dacht, als ik weet waar ik het verloren heb, dan zou dat misschien een aanwijzing kunnen zijn. En weet je waar je het verloren hebt? Geen idee. Andrew, met Roger. Heb ik je in je slaapje gestoord? Nee. Zo, wat voel jij uit op dit uur van de morgen? Om je de waarheid te zeggen, ik ben nog niet aan bed geweest. Heb jij je schone vee gezien? Nee, de klant woont er niet meer. Klant? Boodschap ontvangen en begrepen. Joyce is zeker in de buurt. Ja, zeg, heb je iets bijzonders, Roger? Ik heb nogal haast. Ik geloof het wel, ouwe jongen. Ik geloof dat ik weet waar jouw klant is. Geef me het adres. Hallo, ik kan je niet verstaan, Andrew. Er is iets met de lijn. Ik zei... Ik hoor je nog steeds niet. Kan ik je niet ergens ontmoeten? Goed. 1 uur, gewone plaats. 1 uur, heb je dat? 1 uur. Hoe laat hebt u met hem afgesproken, meneer Marsh? Om 1 uur. Hoe laat is het nu, George? Staat uw horloge stil? Nee, maar ik moest gauw van huis en ik heb het vergeten. Nou, het is 1:20. Als hij niet binnen 10 minuten hier is, dan zal ik weg moeten. Altijd een drukke dag voor u zaterdag, is het niet? Ja, dat is het. Vooral 's middags. Zeg, als meneer Sherwin mocht komen nadat ik weggegaan ben, vraag hem dan even of hij bij Rodney Motors aanloopt, wil je? Ja, natuurlijk. Kunt u toch wel vinden met die oude Bill Rodney? Gaat wel. Zeg, George, ik ken jij die meisjes die meneer Sherwin hier ontmoet? Alleen als klant. Meer niet, tot mijn spijt. Een paar weken terug heeft hij me er aan eentje voorgesteld, een roodhaarig meisje. Sheila Ramsey heette ze. Weet je dat? Nee, niet direct. Nee. Nou ja, als je de naam zou horen noemen, waarschuw me dan even als je wilt. Hè? Ik wil graag met haar in aanraking komen. Zeker nogal dicht, hè? Nou ja, niet dat het mij wat kan schelen, hoor. Oh, een ogenblikje, meneer Marks. Mijn vrouw roept me. Ja. Ja, wat is er, Elfie? Okay. Telefoon voor u, meneer Marks. Huh? Wie is het? Roger Sherwin? Dat heeft mevrouw niet gezegd. De telefoon is in de zitkamer. De eerste deur rechts. Ah, merci. Hallo? Meneer Andrew Marsh. Ja? Met wie? U spreekt met het Middlesex Hospital. We hebben eerst Rodney Motors opgebeld en die gaven ons dit nummer. Dat is slecht nieuws voor u over uw vriend Roger Sherwin. Wat is er gebeurd? Hij heeft een ongeluk gehad. Kunt u zo gauw mogelijk hierheen komen? Ja, natuurlijk. Is die ernstig gewond? Komt u dan naar de afdeling ongevallen, meneer Marsh? All right. Ik vroeg u of die ernstig gewond is. Hallo? Is het ernstig? Ik ben bang dat hij dood is, meneer Marsh. Dood? Goeie hemel. Hoe is dat gebeurd, dokter?
We kunnen beter even naar mijn bureau gaan. Het wachtlokaal hier is niet zo'n beste plaats om te praten. Bent u familie? Of hoe zei u dat zijn naam was? Roger Sherwin. Nee, we zijn lang bevriend geweest om precies te zijn. Gisteravond hebben we nog samen een borrel gedronken. Reed Roger toen het ongeluk plaatsvond? Volgens mij stak hij de straat over. De auto kwam de hoek om en... Ja. Gaat u binnen. Dank u. Weet u ook of meneer Sherwin familie heeft in dit district? Nee, hij heeft geen familie. Zijn ouders zijn een paar jaar geleden gestorven. Hij heeft een tante in Schotland, maar de adres weet ik niet. Bent u er heel zeker van dat de dingen die ik u liet zien van uw vriend waren? Oh ja, die portefeuille heb ik hem zelf met kerstmis gegeven. En dat polshorloge, dat gaf hij zichzelf cadeau met zijn verjaardag. Nou, en die aansteker zal hij wel van een meisje gekregen hebben. U begrijpt misschien waarom ik dit zo nadrukkelijk vraag, meneer Mars. Kan hij lichamelijk niet geïdentificeerd worden? Ik vrees van niet. De verminking van zijn gezicht maakt dat volkomen onmogelijk. Ja? Hallo, dokter. Vindt u goed dat ik even met meneer spreek? Oh, wat mij betreft wel. Dank u. Mag ik uw naam even, meneer? Andrew Marsh. Ik meen dat u zei dat de naam van de overledene Roger Sherwin was. Ja. En zijn adres, meneer? Oh, hij woonde in een woonboot. Die ligt in de rivier bij Hampton Court. Het adres precies weet ik niet, maar ik heb het wel thuis. Ik kan het u wel laten weten als u wilt. Hoe bent u van het ongeluk op de hoogte gekomen? Ik kreeg een telefoontje. Een ogenblik, meneer. Wie belde u op? Iemand van het ziekenhuis natuurlijk. Hebben ze hun naam opgegeven? Nee. Derde toon is het 1 uur 55 en 20 seconden. Na de derde toon is het 1 uur 55 en 30 seconden. Na de derde toon is het 3 uur 10 en 10 seconden. Had u mij willen spreken, hè? Ja. Hoe lang denkt u dat ik hier nog blijf zitten wachten? Om u de waarheid te zeggen, ik was juist op weg naar u toe toen een verpleegster me aanklapte en zei dat u een beetje ongeduldig was. Het halve personeel heb ik naar u laten zoeken. Ik was aan het telefoneren, meneer. Bovendien, die dingen kosten nou eenmaal tijd. Dingen? Wat voor dingen? Daar kom ik direct op, meneer. In de eerste plaats, wenst u uw vorige verklaring nog te wijzigen? Ja, zou u me alsjeblieft eerst eens willen vertellen waar u het over hebt. Uw verklaring over hetgeen u wist van dit ongeluk. Waarom zou ik die wijzigen? Dat is de waarheid. Is dat zo, meneer? Ja, maar mijn goede hemel, man, doe niet zo geheimzinnig. We moeten ons geduld niet verliezen, meneer. Dat is nergens goed voor. Wij verliezen ons geduld niet. Ik verlies het mijne. Vindt u dat zo gek? Hier zonder een enkele redelijke verklaring meer dan een uur wachten. En ondertussen gaat u maar genoeglijk zitten telefoneren. Is dat alles, meneer? Voor het moment wel, ja. Prachtig, meneer. Dan gaan we verder. Ik heb u gevraagd om hier te wachten, omdat toen meneer Sherman werd binnengebracht, zijn zakken binnenste buiten waren gekeerd en er geen enkel ding was met zijn naam erop. Geen rijbewijs of wat ook. Niemand wist hier wie hij was tot u binnenkwam en naar meneer Roger Sherwin begon te vragen. En u zijn eigendom herkende. Maar ze wisten het wel. Onmogelijk, meneer. Maar iemand van hier heeft me toch opgebeld om te vertellen dat Roger een ongeluk had gehad? Ze hebben u niet opgebeld, meneer. Dat konden ze ook niet. Want ze hebben niets in zijn zakken gevonden waarop uw naam vermeld stond. Ja, allemachtig. Het ziekenhuis heeft een firma opgebeld. Dat zei u, ja. Ik ben juist naar Rodney Motors geweest. En ze zeiden daar dat ze nooit een telefoontje hadden gekregen van het ziekenhuis. Maar hoe kan ik dan weten dat er een ongeluk gebeurd is? Dat is nou net wat ik u ook wilde vragen, meneer. In de gegeven omstandigheden hoop ik dat uw antwoord meer de waarheid nabij komt. Nou gaan we weer geheimzinnig doen. Wat voor omstandigheden? Het ongeluk dat uw vriend is overkomen was niet een gewone aanrijding, meneer. De bestuurder had het kunnen vermijden, maar hij reed hem met opzet tegen de grond. Volgens onze ooggetuigen was het niets minder dan moord. Nou, meneer, zou u me nu de waarheid willen vertellen? Dat heb ik al gedaan.
Iemand van dit ziekenhuis heeft Kingshead gebeld, het café waar ik zat. En hij zei dat Roger Sherwin een ongeluk had gehad. Maar we weten dat dat onmogelijk is, nietwaar? Ze wisten niet wie het slachtoffer was voordat u het verteld had. En in zijn zakken was niets waarop uw naam vermeld stond. Er had iemand van het personeel helderziende geweest moeten zijn om te weten dat u met meneer Sherwin bevriend was. Ik wou dat u helderziende was, agent. Ik zie niet in wat we daarmee opschoten. Dan zou u in elk geval weten dat ik de waarheid sprak. Joyce! Wat kom jij hier in het hemelsnaam doen? Ik hoorde dat Roger een ongeluk gehad heeft. Hoe is het met hem? Hij is dood. Dood? Nee. En hoe ben je erachter gekomen dat ik hier in het ziekenhuis was? Ja, vind je dat hem zo belangrijk? Dat zou wel eens kunnen. Hangt er vanaf hoe je het te weten kwam. Nou, ik moest je ergens over spreken en toen ben ik naar Rodney Motors gegaan. Mm-hmm. En meneer Rodney zei dat je naar Kingshead was en toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen zei de baas daar, hoe heet hij ook weer? George Phillips. Oh ja, nou die zei dat je was opgebeld door het ziekenhuis over Roger. Dus... Hebt u het gehoord, agent? Ik heb het gehoord, meneer. Ik neem aan dat u deze dame kent. Dan bent u dus toch helderziende. Het is mijn vrouw. Oh, juist, ja. Mevrouw Mars, hoe wist die man in Kingshead dat meneer Mars door het ziekenhuis werd opgeweld? Hoe die dat wist? Had meneer Mars hem dat verteld? Of is hij het op een andere manier te weten gekomen? Zijn vrouw zei het. Zij nam het gesprek aan. Als u Kingshead had opgebeld, had u het geweten. Zat tussen twee haakjes. Waarom hebt u ze eigenlijk niet opgebeld? Ja, kijkt u eens, meneer... Nou, agent? Ja, het leek me niet nodig, meneer. Uw firma zei dat ze niets afwisten van een telefoontje van het ziekenhuis, dus... Dus vond u het vanzelfsprekend dat ik zat te liegen? Zelfs al deed u dat niet, dan was er nog veel dat om een verklaring vroeg. Daar ben ik me van bewust. Wat vereist toch nadere verklaringen, Andrew? En waarom is dat opbellen toch zo belangrijk? Dat zal ik je later wel vertellen. Kan ik nu gaan, agent? Als u nog even wilt wachten tot ik Kingshead heb opgehaald, nee. Je moet meneer Rodney maar even opbellen, Andrew. Hij verwacht je vanmiddag nog op kantoor. Ja, goed. Zeg, waarom ging jij eigenlijk naar Rodney? Ja, ik moest je even hebben over de auto. Ik heb hem ergens geparkeerd toen ik ging winkelen. En toen ik terugkwam, was hij weg. Weg? Ja. Hij is vast door iemand gestolen. Ook dat nog. Heb je het aangegeven? Nee, ik dacht dat doe jij wel. Misschien kan onze vriend hier het in orde maken, maar dat zal ik dan wel aan jou moeten overlaten. Waar ga jij dan heen? Naar Rodney? Nee, ik wil eens een kijkje nemen in de boot van Roger. Oh, die zal wel afgesloten zijn. Harry heeft de sleutel. Harry? Ja, een mannetje van Harley, een firma die motorboten verhuurt. Ik knap er nog wel eens een karweitje op voor Roger. Maar voor dat duivel is die agent nou... Waarom wil je eigenlijk gaan kijken op die boot? Ja, dat zal ik je allemaal vertellen als ik thuis kom. Ik heb nog geen tijd. Ik wil zien of ik daar misschien iets kan vinden. Dat moet ik doen voordat de politie achter Rogers adres komt. En... Zo, dat punt is opgehelderd, meneer. Oh, Phillips bevestigde dat u bent opgebeld. Maar ze zei dat degene die belde zijn naam niet genoemd had. Nee, dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Hij zei alleen maar dat ik met het ziekenhuis sprak toen ik het gesprek overnam. Nou, is het nou goed dat ik ga? Ja, meneer. We zullen ons nog wel nader met u in verbinding stellen. U hebt mijn adres. Oh ja, zou u mijn dienst willen bewijzen? Onze wagen is gestolen. Zou u dat willen rapporteren? Gestolen, meneer? Wanneer was dat? Ach, vertel jij even alles precies, Joyce. Ik zie je straks thuis, hè? Ja, maar hoe moet het dan met mijn boodschappen, Andrew? Ik heb ze in de supermarkt achtergelaten. Neem een taxi. Vraag maar beneden. Ze zullen weer even voor je bellen. Zo, mevrouw Maas. Nu zullen we het eens over uw wagen hebben. Nou, ik had hem neergezet op de gemeentelijke parkeerplaats. Hoe laat was dat? 11:30, 11:45. Ik weet het echt niet precies, hoor. Hoe laat was het toen u merkte dat de wagen gestolen was? Iets over 2. Op welk gemeentelijk parkeerterrein hebt u uw wagen gezet? Er zijn er tegenwoordig 2, weet u. Ik ga altijd naar die vlakbij het station. Garden Road. Kunt u mij nu uw wagen eens beschrijven, mevrouw Maas? Het is een Jaguar van 6-7 jaar oud. En de motor, mevrouw Maas? Lieve hemel, ik weet het niet, hoor. Weet u dan misschien of het een kleine Jack of een grote is? Nou, kleine zou ik zeggen. En de kleur? Wit. Wat is het nummer? Ja, dat zult u mijn man moeten vragen. Er komen 2 negens in voor. 2 negens? Zit er bij geval nog een nationaliteitsplaat GB op de achterkant? Ja? Hoe dat zo, heeft u hem gevonden? Nee, mevrouw Maas. Dat is dan alles. Ik zal de gegevens aan het bureau doorgeven. Dank u wel, agent. Oh ja, wat ik u nog vragen wou, mevrouw. Weet u ook waar uw man heen is? Nee, dat weet ik niet. Bedankt, mevrouw Maas. U hoort nog wel van ons. Thank you.
U spreekt met Ted Russell, agent nummer 127. U hebt het onderzoek in handen naar die Andrew Mars, is niet? Ja, en? Nou, volgens de vrouw is vanmorgen hun wagen gepikt. Een kleine witte Jack met een GB-plaat achterop. Ja. Nou, ga door, Russell. U weet van die aanrijding. We hebben een beschrijving van de wagen door een ooggetuige. Nou, het was of ze een beschrijving van meneer Mars zijn wagen gaf. Wacht u even dat ik het mevrouw verteld heb, meneer Maas. Ze zal er wel helemaal van ondersteboven zijn. Ze had een zwak plekje voor meneer Sherman, ziet u. Ja, er waren heel wat dames die een zwak plekje voor hem hadden. Nou, net wat u zegt. En als ik aan enkele van ze terugdenk... Dan ben ik in staat om mijn eigen oudje te vergeten. Denkt u om de loopplank, meneer Maas? Een beetje glibberig. Ja, ik zal oppassen. Ja, hier zijn we er dan. Dank je, Harry. Mag ik de sleutel? Ach, ik heb toch niks te doen vanmiddag. Misschien kan ik u een handje helpen. U komt zeker zijn spulletjes inpakken. Nee, nou niet. Ja, ik moet voor de begrafenis zorgen en zo, maar daar ben ik nou niet voor gekomen. Kan ik erop rekenen dat je je mond houdt? Ik begrijp niet wat u bedoelt, meneer Marsh. Ja, als de politie soms mocht komen, wil je dan niet zeggen dat je me gezien hebt? Nou, ik hou er niet van om betrokken te worden bij dingen die het daglicht niet kunnen velen, meneer Marsh. Ja, dat zal je ook niet, Harry. Ik zit ontzettend in moeilijkheden en meneer Sherwin probeerde me te helpen. En dat zou de reden kunnen zijn dat hij vanmorgen tegen de grond gereden werd. En daar kon hij niks mee doen. Goedemorgen. Ja. Hij zou beginnen met me telefonisch het adres van een meisje te geven. Als dat alles is, ja, daar had hij er genoeg van. Dit is een heel bijzonder meisje. Ik geloof dat hij erachter is gekomen waar ze op het ogenblik woont. Ik hoop maar dat hij er een notitie van gemaakt heeft. Nou, afgesproken, meneer Maas. Ik heb u weer geen maanden gezien. Fijn, Harry. Bedankt. Blijkt wel of hij vanochtend haastig is weggegaan. Hoezo? Bed is niet eens opgemaakt. En dit soort dingen was hij altijd nogal precies. Had hij niemand om de boel schoon te houden? Nee, hij zei altijd dat hij het zelf wou doen. En hij had er de tijd voor. Hij werkte nooit op geregelde uren, is wel. Wat deed hij toch eigenlijk, meneer Maas? Ik weet niet, geen idee. Zeg, Harry. Ja? Ken jij de meisjes die hier kwamen bij naam? Nou, kijk, één of twee. Ik wees ze de weg hierheen, hè. En soms wachtte meneer Sherwin hier en dan zei hij... Hallo, Judy, schat, of... Hoe is het vanavond met mijn schone Caroline? Weet je ook of er een bij was die Sheila heette? Sheila? Nee, nee. Ik kan niet zeggen dat ik hem die naam heb horen noemen. Oh. Wat heb u daar, meneer Maas? Checkboekjes, Harry. Wacht even. Ja, gaat u gang, gaat u gang. Ja, ik heb het al. Ik zocht naar een bloknoot. Nou, iets gevonden. Ik zou zeggen van wel. Oh, is dat het adres dat u zocht? Nee, maar het is wel iets dat misschien heel erg nuttig kan zijn. Druk bezig, meneer Mars. Huh? Ah, goedemiddag, rechercheur Rankin. Pas op uw hoofd, de ingang is wat aan de lage kant. Ja, dankjewel, Harry. Ik zal wel afsluiten. Geef me de sleutel maar. Ja, dat is goed, meneer. Tot straks dan, meneer Mars. Ja, en bedankt voor je hulp, hè. Weet u, meneer Mars, ik had zo'n idee dat ik u hier zou vinden. Wat doet u hier op de woonboot? Ik stond op het punt u hetzelfde te vragen. Ik ben niet verplicht te antwoorden. Ik ook niet. Nou ja, goed. U weet dat Roger Sherwin vanmorgen gedood is. Ja? Hij was een vriend van me. Moet ik zijn zaken regelen. U bedoelt de begrafenis? Ja. U moet toen u het ziekenhuis verliet direct hierheen gegaan zijn. U schijnt haast te hebben. Ik vond dat ik zo gauw mogelijk zijn spulletjes in veiligheid moest brengen. Hoewel het een vriend van u was, laat u er geen gras over groeien om hem zo vlug mogelijk weg te brengen. Vroeg of laat moet dat toch gedaan worden, hè? Misschien zijn er nog mensen die gewaarschuwd moeten worden. Verwanten? Voor zover ik weet heeft hij alleen maar een tante, maar misschien zijn er nog wel andere vrienden, zakenrelaties. De enige plaats om erachter te komen is hier. Wat hebt u tot nu toe gevonden? Een paar rekeningen. Brieven. Hoofdzakelijk van meisjes. Als u er niets op tegen hebt, neem ik ook even een kijkje. Geparfumeerd briefpapier, hè? Meisjes, dat zei ik u toch al? Ik dacht ook niet dat het zakenbrieven waren.
Wat ligt daar onder die papieren? Hé, hey, checkboekjes. 1, 2, 3, 4. Allemaal van verschillende banken. U probeerde ze toch niet te verbergen, wel, meneer Marsh? Nee, ik vond ze net voordat u kwam. Niet eerder? Dan hebt u dit nog niet kunnen zien. Of misschien was het ook niet nodig. Misschien wist u alles al. Wat wist ik, rechercheur? Een van deze boekjes bestaat uit dat soort checks waarop de naam van de eigenaar gedrukt staat. En de naam hierop is Sheldon Everett. Wat deed uw vriend nou met een checkboekje dat van Sheldon Everett is? Dat weet ik dat. Denkt u dat meneer Sherwin bij al deze banken een rekening had? Misschien wel, misschien niet, weet ik veel. Ja, maar dat het zaterdagmiddag is. Nu zullen we tot maandag moeten wachten tot we daarop een antwoord kunnen krijgen. Ik zal u eens zeggen wat ik denk. Deze banken hebben nooit van meneer Sherwin gehoord. En als ik het goed zie, geloof ik dat uw vriend is betrokken bij die affaire van die valse checks. Als u het goed ziet. Daar durf ik mijn pensioen onder te verwedden. Nou, laten we naar buiten gaan, het is hier zo bedompt. Dat is beter. Er gaat niets boven frisse lucht om zuiver te denken. Waarom zei u ook weer dat u die checkboekjes wou verbergen? Wat ik zei was dat ik ze niet wou verbergen. Ik had ze net gevonden. Laten we eens aannemen dat het niet waar is. Waarom zou u die checkboekjes onder die stapel papieren hebben geschoven? Hebt u enig idee, meneer Marsh? Nee. Oh, ik heb er wel een paar. Ten eerste, u dacht dat uw vriend was verwikkeld in een of ander vies zaakje en u wilde zijn goede naam redden. Geen kwaad over de doden of zoiets. Huh? Wat denkt u daarvan? Geef me wel een nobele inborst, hè? Net wat ik dacht. Nu de tweede mogelijkheid. U verborg die checkboekjes omdat jullie beiden in een vies zaakje zaten en u wenste uw eigen goede naam te beschermen. Geen kwaad van de levende of iets dergelijks. Hoe klinkt dat in uw oren, meneer Marsh? Als zoiets van rechercheur Rankin in Wonderland. Geestigheden zullen u geen goed doen, meneer Marsh. Zal iets me goed doen, zolang u erbij betrokken bent? De waarheid misschien? Tch, geloof me toch niet als ik de waarheid zeg. Omdat u er geen enkel bewijs voor levert. Ach, natuurlijk dat ik dat dan vergeet. Het bewijs is jullie God. Als u bedoelt dat ik er waarde aan hecht, hebt u gelijk. Laten we eens even teruggaan naar het ongeluk dat meneer Sherwin is overkomen. Hoe bent u het eigenlijk te weten gekomen? Het ziekenhuis heeft me opgebeld toen ik in Kingshead zat. Iemand belde u op. Alleen u hebt beweerd dat het ziekenhuis was. Hoe had ik het anders kunnen weten? Dat zal ik u zeggen. Uw wagen is vanmorgen gestolen. Uw vrouw beschreef hem als een kleine witte Jack, 6 of 7 jaar oud, een nummer met 2 negens erin en een nationaliteitsplaat achterop. Klopt dat? Ja. De ooggetuige beschreef de wagen die meneer Sherwin omverreed als een witte Jaguar. Ze wist niet van welk jaar. En aan de achterkant zat een bordje met de letters GB. Als u nou in die wagen reed, meneer Marsh, dan zou dat een andere manier zijn waarop u te weten kwam dat uw vriend is neergesmakt. Als ik het dus goed begrijp, beschuldigt u me nu van diefstal van mijn eigen wagen en het doden van Roger Sherwin. Ik spreek alleen van een mogelijkheid. En af te gaan op hetgeen onze ooggetuigen zei, zouden we beter van moord kunnen spreken. De meeste moordenaars hebben een motief voor hun daad. Ik meen te weten welk motief u had. Het zal er wel een heel sterk motief moeten zijn. U beschuldigt... Pardon. U oppert de mogelijkheid dat ik een vriend vermoorde en nog wel op zo'n buitengewoon koelbloedige manier. Ik geloof niet dat u teergevoelig bent naar wat u in Korea hebt meegemaakt. Alles werkt toch maar voor u, hè? Volgens mijn boekje heb ik gelijk. Zullen we nu de deur maar sluiten en de sleutel terugbrengen? Waar gaan we heen? Terug naar uw chique flat, meneer Marsh. Die vervloekte rivier maakt me zeeziek. Voelt u zich al een beetje beter, rechercheur? Prima. Ik kan niet eens tegen water zien. Ik moet altijd een bad nemen met mijn ogen dicht. Kom, laten we eens verder praten. Terwijl u reed? Geen reden om tijd te verspillen. Gisteren vertelde u me dat u eerst de prijs moest weten voordat u zei, pak maar in, ik neem het. Maar 3 jaar geleden kon u zich veroorloven om in Cairo inkopen te doen. Tegenwoordig zijn vakanties in het buitenland niet zo kostbaar. Geef ik toe. Maar nu kunt u zich geen week in Margate veroorloven.
Drie jaar geleden waren de omstandigheden dus wel heel anders. Het waren zo voor nog veel meer mensen. Ik ben alleen in u geïnteresseerd, meneer Marsh. Toen u naar Cairo ging, was u handelsvertegenwoordiger en u verdiende macht geld. U reisde door het hele land, logeerde in chique hotels en u kon alles declareren. U bent in 24 uur aardig wat aan de weet gekomen. Kostte niks meer dan een paar telefoontjes. De vakanties in Cairo betekenden niets voor u drie jaar geleden. Maar met kerstmis vorig jaar is uw firma in andere handen overgegaan. U en nog drie of vier anderen kwamen op straat te staan. Ze gaven u een vergroomd handje, maar na de baantjes die u de laatste tijd hebt gehad, zal er niet veel van over zijn, wed ik. En die weddenschap zou ik winnen. Niet, meneer Marsh? Dat hoeft u mij toch niet te vragen? Ik ben ervan overtuigd dat een typische politieman alleen maar wet als hij zeker is. Gelijk hebt u. Twee maanden geleden begon u te proberen tweedehands wagens voor Rodney Motors aan de man te brengen. Met de inkomsten die u daarvan thuis brengt, moet het wel heel moeilijk zijn de manier van leven die uw vrouw gewoon was te handhaven. Daar heeft ze verandering in moeten brengen. Dat moesten we alle twee. Nou, toen ik haar gisteren zag, leek ze me toch niet het soort vrouw die met een paar centen moet rondkomen. U moet zich niet door de schijn laten misleiden. De kleren die ze nou draagt zijn al heel lang geleden gekocht. Je mag wel eens wat beter op de weg letten. Vrouwen achter het stuur gaan de keer om niks. In het algemeen winden vrouwen zich op over niks. Ik bedoel, als u en ik hetzelfde oude pak moeten door blijven dragen, dan schrikken we ons daarin. Maar als een vrouw een mantel van verleden jaar ook nog dit jaar moet dragen, dan krijgt er één last. Meestal de man. Bent u een expert op het gebied van vrouwen? Nee. Wel als het misdaden betreft. Ik weet dat een man als u zoiets niet voor de grap zou doen. Er moet iets zijn dat hem ertoe dwingt. En in uw geval zou het mevrouw Marsh kunnen zijn. Ik heb geen misdaad begaan. En ik geloof dat u buiten uw boekje gaat door te insinueren dat dat wel zo is. Het is maar een inofficieel gesprek, meneer Marsh. Dat hebt u me niet gezegd. Ik zou u hebben gewaarschuwd als het niet zo was. Ik breek eigenlijk de regel en toon u aan hoe de dingen ervoor staan. En als u zou besluiten om een verklaring af te leggen, dan doen we dat volgens het boekje. Ik ben helemaal niet van plan een verklaring af te leggen. Zoals u wilt. We spraken over mevrouw Marsh, is niet? Laten we nou eens aannemen dat ze het u een beetje moeilijk maakte, omdat ze de winkels voorbij moest lopen in plaats van erin te gaan. U besprak dat met uw vriend Roger Sherwin en een van jullie kwam op het idee om valse cheques te gebruiken om de dingen te kopen die het leven van mevrouw Marsh kunnen veraangenamen. En dat ging zo gemakkelijk dat u dacht, waarom zouden we de zaak niet uitbreiden? Want meneer Sherwin was er zelf niet veel wijzer van geworden. Maar als jullie dingen kochten om die in een andere wijk weer van de hand te doen, dan was er geld te verdelen. Geen commentaar, meneer Marsh? Op het ogenblik niet. Ik dacht dat we naar mijn flat gingen. Later. Stapt u maar uit, meneer Marsh. U weet toch waar we zijn? De plaats van het ongeluk. Waar Roger is aangereden? Waar hij vermoord is. U was hier vanmorgen, nietwaar? Nee. Ik geloof het wel. Toen u de hoek omkwam en recht op hem afreed, wat was toen uw motief? Ik zal u er twee geven. Of jullie hadden ruzie gehad over de opbrengst van de valse cheques en u wilde de zaak in uw eigen voordeel oplossen, of uw partner wist dat wij u verdachten en hij besloot te praten om zijn eigen nek te redden. En dus hebt u zijn mond voor goed gesloten. Nou, wat was het? Geen van beide. Overtreedt een heleboel regels vandaag, vindt u niet? Staat u nog fout geparkeerd ook? Stapt u maar weer in, meneer Marsh. Kijkt u nou lelijk? Dat u er niet in geslaagd bent me bang te maken? Ik wou u niet bang maken. Maar was dat inofficiële praatje nou goed voor u? Waarom liet u me dan zien waar Roger werd overreden? Ik probeerde u ervan te overtuigen dat u het beste een verklaring kunt afleggen. Om u de moeite te sparen om meer bewijzen tegen me te krijgen. Bewijzen heb ik genoeg. Als dat zo was, dan zou u me laten opsluiten in plaats van een plezierritje met me te maken. Oh, ik weet het. U twijfelt er niet aan dat ik schuldig ben. Maar u moet absolute zekerheid hebben dat een jury het met u eens is. Zoals de zaken nu staan, geloof ik daar niet hard in. Wees daar niet al te zeker van. Er is maar één ding waarvan ik zeker ben. Je vertrouwen, dat maakt me een beetje bang. De waarheid komt niet altijd aan het licht.